De Winterswijkse ondernemersfamilie Willink heeft een hoop lokale prominenten voortgebracht. Vooral Jan Willink, beter bekend als Spoor Jan, kan gerekend worden tot een van de meest invloedrijke Winterswijkers ooit. In deze aflevering van Hier en Toen wandel ik door zijn leven. Jan Willink, geboren in 1831, is de kleinzoon van de eerste burgemeester van Winterswijk. En zijn vader is ondernemer Abraham Willink en zijn moeder is Catharina ten Kate uit Twente. Als Jan in Winterswijk de lagere school heeft doorlopen, gaat hij naar de textielopleiding in München-Gladbach. Als Jan 22, 23 jaar is, schrijft hij vanuit Duitsland zijn moeder Catharina een brief. En hij vertelt over zijn plannen als hij terugkomt naar Winterswijk. Want Jan Willink wil een kalikortweverij beginnen. Een klein fabriekje waar ongebleekte katoenen stoffen worden gemaakt. Onder de hoede van zijn ouders start Jan in 1855 in het 20 jaar oude textielfabriekje van zijn vader met de productie van half wollen stoffen. En al snel zijn er meer dan 100 spinners en wevers druk aan de slag. We schrijven 1866. Dit gebied is dan nog de rand van het dorp met wat zandweggetjes en zo. De fabriek van Jan Willink wordt al te klein. En in 1866 verhuist hij van de hoek van het oude fabriekje hier en bouwt hier een nieuwe fabriek. En dit keer is het geen semi-ambachtelijke fabriek, maar een nieuwe fabriek die wordt aangedreven door stoommachines. De fabriek, die de Batavier heet, of in de volksmond ook wel Zwartstoom, wordt verschillende keren uitgebreid. Eind 19e eeuw is het zelfs al de grootste textielfabriek van Winterswijk met 240 werknemers. Maar Jan boeit het dan al lang niet meer. Hij laat de fabriek over aan een neef en zijn twee jonge zonen. En trouwens, deze poort is tegenwoordig nog het enige wat er van overeind staat. En ver, Jan Willink gaat zich wijden aan andere zaken. Als veertiger wordt Jan Willink actief in de politiek. Nou is dat voor Willinks niet zo'n bijzonderheid, want als je alle dienstjaren als wethouder, burgemeester of raadslid in Winterswijk optelt, dan kom je aan bijna wel 100 dienstjaren. Jan Willink is raadslid van 1871 tot 1875. Verlopen hoeft hij niet naar vergaderingen. Hier achter mij stond zijn villa en daar, ongeveer bij die bloembak, daar stond het gemeentehuis. Jan Willink, Spoor Jan. Met leden ogen ziet hij aan hoe de Twentse textielindustrie op het spoor wordt aangesloten. In 1839 rijdt de eerste trein tussen Haarlem en Amsterdam in ons land. En in 1865 wordt Twente voorzien van goedkope steenkool uit Duitsland. Ja, dat wil Jan Willink ook. En niet alleen dat, hij wil Winterswijk ook uit zijn isolement halen. Samen met de grondeigenaar Jan Snellen ontwikkelt hij plannen. Samen richten ze de Nederlands-Westfaalse Spoorwegmaatschappij op. En in 1878 openen ze de eerste spoorlijn van Winterswijk naar Zutphen. Maar Willink wil meer spoorwegen. In 1880 komen er spoorlijnen richting Borken en Bocholt in Duitsland. En via de Gelders overijsselde lokaalspoorwegen, de Gols, zorgt Willink er in de jaren 84-85 bovendien voor dat er sporen richting Neede en Zevenaar komen. De missie van Jan Willink is geslaagd en Winterswijk ontwikkelt zichzelf tot een van de grootste overslagstations van steenkool. Maar niet alleen dat, want Winterswijk is natuurlijk via het spoor ook voorgoed aangesloten op de wereld. En Jan Willink doet tussendoor nog andere dingen. Hij is betrokken bij de Volksbibliotheek, hij richt een zangkoor op, een spaarbank en nog wat andere culturele activiteiten. Maar het belangrijkste is toch wel dat hij ervoor zorgt dat Winterswijk er in de Eerste Wereldoorlog flink doorgroeit. Ja,
Zonder Jan Willink zou het een ander dorp zijn geweest, Winterswijk. En dus wordt hij volop geëerd. In 1886 al wordt de Willinkstraat naar hem genoemd. En bij zijn overlijden wordt deze plaquette onthuld. En als hij overlijdt, in 1896, op 64-jarige leeftijd, schrijven eigenlijk alle dagbladen in Nederland hetzelfde. De gemeente Winterswijk verliest een harer beste burgers.